Het gevoel dat ik eigenlijk een vrouw was, dat heb ik eigenlijk al mijn hele leven gehad. En rond een jaar of 7, 8 werd het voor mij ook heel concreet. Op een zaterdagavond, haartjes gewassen, pyjamaatjes aan. We hadden alle drie een bakje chips op schoot. En we zaten gezellig tv te kijken. Maar er kwam een portret voorbij van wat ze toen noemde een man die eigenlijk een vrouw wilde zijn. Ze stond zich op te maken, ze had zich mooi aangekleed. Maar ze had ook een volle baard met dikke zwarte baardharen. Die werd daar zelf heel emotioneel van en het raakte mij diep van binnen. Omdat ik zoveel herkenning voelde. Ik wist dat dit over mij ging. En terwijl al die emoties zich in mij afspeelden van herkenning en het verdriet voelen van die vrouw, toen riep mijn vader tegen de tv: vieze flikker! De Westerkerk. Ik heb me op momenten heel erg eenzaam gevoeld. Ja, en ook diepe wanhoop ervaren en het totale vertrouwen verloren dat het ooit nog goed zou komen. Ja, en uiteindelijk kom je hortend en stotend op het punt uit dat je denkt, ja, ik moet mezelf nu serieus nemen. Ik moet nu toch die stap gaan zetten, hoe ingewikkeld dat ook is. Want ik deed dat rond mijn 40ste en toen had ik al een heel leven opgebouwd. En ik had een relatie en ik had een kind en ik had een eigen bedrijf en ik had zoveel te verliezen. Dat ik het best wel ingewikkeld vond om die beslissing te nemen. Ik twijfelde er niet over dat ik liever zou willen leven als vrouw, maar wat ik moeilijk vond was om te beslissen het ook echt te gaan doen. Echt in transitie te gaan. En alles wat je hebt in je leven in de waagschaal te stellen. Iets meer dan een jaar geleden, ik was toen net Kamerlid. Toen mocht ik hier een toespraak houden. Naar aanleiding van een ontzettend discriminerende anti-LHBTI-wet in Hongarije. De vrijheden van jongeren die worden verder beperkt. Er mag op school, in de media, in reclames, in boeken, in films niet meer gesproken worden over homoseksualiteit of genderidentiteit. Dat is echt onacceptabel en verschrikkelijk. Dat je van jongs af aan de boodschap krijgt, wie jij bent, accepteren wij niet. En ik weet uit eigen ervaring hoe dat is als je als jong kind niet jezelf kunt zijn. Ik heb het toen het eerste verteld tegen de vriendin die ik toen had. Ik had een relatie met een vrouw die heel ruimdenkend was. Dat sprak me ook heel erg in haar aan. En voor het eerst voelde ik me veilig genoeg om dit gevoel te delen. En zij reageerde eigenlijk heel positief. Dus ze trok bijna letterlijk meteen haar kledingkast open om met mij het experiment aan te gaan. En dat vond ik ontzettend lief. En dat heeft ook echt wel een groot verschil gemaakt voor mij. Je krijgt heel veel te maken met weerstand uit de omgeving. Die je ook heel erg uitdaagt om niet aan jezelf te gaan twijfelen. En niet voor de omgeving dan maar te doen wat zij willen. Dus dicht bij jezelf blijven is echt heel moeilijk. En oh zo belangrijk is zo'n transitie. En je ziet dat iedereen fases doormaakt van eenzaamheid, fases van wanhoop. Ook omdat de wachtlijsten in de transgenderzorg idioot lang zijn. En dat zijn ze al jaren. Heel specifiek wil ik me inzetten voor het wegnemen van alle drempels om je juridisch geslacht te kunnen wijzigen, bijvoorbeeld. Nu moet je nog iets met een psycholoog en in sommige gevallen moet je naar de rechter. Terwijl ik de zelfbeschikking, dat je zelf mag bepalen wie je bent en dat je zelf mag bepalen hoe je leeft en dat dat door de wet erkend wordt, vind ik zo ontzettend belangrijk. Dat is niet een juridisch detail, dat is wezenlijk. Dat je als transpersoon door de overheid erkend wordt in wie je bent en dat je dat zelf mag bepalen. Want uiteindelijk is het ook je eigen gevoel die ervoor zorgt dat je in transitie gaat. En iedereen die nu zelf in dat zoekproces zit of in transitie zit en verdrietig wordt, bang wordt, depressief wordt, die zou ik willen zeggen, hou vol. Want als je volhoudt en eindelijk met jezelf samenvalt, dan voel je je veel krachtiger dan je je nu voelt. En dan kun je de hele wereld aan.